bij het programma van het Internationale Monetaire Fonds dat op dit moment in Suriname wordt uitgevoerd, gaat het voornamelijk om het doorvoeren van hervormingen die gepaard gaan met geld en als doel hebben ervoor te zorgen dat de economische crisis nooit meer gebeurt. Karel Eckhorst, die namens Suriname deel uitmaakt van de executive board van het IMF, zegt aan onze redactie dat binnen het programma er randvoorwaarden voor private sectorontwikkeling tot stand komen. Het laten afnemen van de import kan pas als de productiesector van het land wordt versterkt. Liefst gediversificeerd. Dus ja. Niet de dingen die we gewend zijn te doen, te herhalen. We doen dat al 80 jaren. Ja. Ik bedoel, we planten reis, we verwerken reis op dezelfde manier als we het in 1933 deden toen we begonnen met gemechaniseerde reisbouw. Maar we zullen naar hogere echelons, naar hogere lagen in die waardeketen moeten gaan. Zodat we producten kunnen leveren aan de wereld met een hogere toegevoegde waarde. Wat meer geld opbrengt. Dus die lokale productiebasis binnen het IMF-programma. Het IMF, ik zei u al, het IMF kijkt niet naar sectoren, naar de productiesectoren. Ja. Maar het IMF wil wel die overheidsfinanciën zodanig hervormen en versterken. Dat de overheid de randvoorwaarden kan gaan scheppen voor de lokale productiesector om zaken te doen. De sterk fluctuerende wisselkoers is niet het gevolg van de inmenging van het IMF. Eckhorst legt haarfijn uit hoe de druk op de wisselkoers, die op dit moment stabiliseert rond de 38 SRD, is ontstaan. Die stabilisatie is terug te zien in de inflatie. De inflatie is nog steeds hoog, maar het inflatietempo neemt af. Dus de snelheid waarmee inflatie is prijsstijging. Ja. Prijsstijging is nog hoog, 50%. Ja. Maar de prijsstijgingen aan het begin van dit jaar waren 60%. Okay. Dus van 60 naar 50, ik zeg niet, prijzen dalen niet, nee, maar het tempo waarmee prijzen stegen neemt af. En dat is het begin en dat gaat langzaam. Maar de prijzen bleven stegen? De prijzen bleven stegen ten opzichte van het vorig jaar. Maar de snelheid waarmee ze stegen neemt af. Dat brengt Moesje niet naar Parijs. Nee. De mensen die dagelijks, iedereen die dagelijks geconfronteerd wordt met prijzen. Ja. Maar zo staart je met het stuiten van die prijsstijging. Je gaat eerst een disinflatie krijgen. Tempo gaat afnemen. Tempo van de stijgingen. Die stijgingen gaan blijven. Mm-hmm. Totdat je bij een punt komt waar de stijgingen in prijzen maar rond de 10% of 8% zijn. Dat is beheersbaar. Het volledige gesprek met Karel Eckhorst ziet u vanavond om 8 uur via ATV in een extra aflevering van ons programma In Gesprek Met via 12.1. Als IMF-deskundige gaat Eckhorst ook in op het drukken van grotere coupures SRD, het aannemen van de US-dollar als betaalmiddel, de derde review van het IMF-programma en waarom dit programma voor Suriname een complexe zaak is.